Michael van Praag, tot 20 jaar geleden dan voorzitter van Ajax, maar toch nog wel je clubje, neem ik aan. Doet dit pijn als de burgemeester er zelf over praat? Nou, weet je, ik zit hier als voorzitter van de Stadion- en Veiligheidscommissie van de UEFA. En ik ben het op onderdelen wel met haar eens eigenlijk. Ja. Kijk, de verantwoordelijkheid voor dingen die in het stadion gebeuren ligt onomstotelijk bij de clubs. Punt uit. Dus dat zij zegt, die clubs moeten op bepaalde onderdelen meer doen, ben ik het helemaal mee eens. Mm. Als zij, maar ze doet het wel een beetje gemakkelijk. Ik bedoel, van, er moet beter gefouilleerd worden. Ik mag wel even heel kort een verhaaltje vertellen van een Europa Cup wedstrijd bij Juventus. Ja. He, daar werd op een gegeven moment in de voor de pauze, lagen er in het damestoilet meer dan 100 condooms op de grond. Want? Juist, want daar wordt vuurwerk in gestopt. En dat wordt op plaatsen naar binnen gestoken waar je niet fouilleert. Een rotje in je reet eigenlijk. Nou ja, of voor dames op andere plekken. Ja. Dus je kan dat wel zeggen, zo makkelijk als burgemeester. Ik denk dat je beter in overleg kan gaan met... Ja. Met maar toch, u bent al meteen in fighting spirit, dat is ook goed. Nee hoor, ik ben het met haar eens. En we gaan straks over praten, maar toch ook als Ajax ziet... afgaan als toch je club zo in het nieuws is... Ja, dat vind en keer op ik, keer. Natuurlijk vind ik dat vervelend. Ja, ja maar dat was je vraag niet. Maar nou, wel, ik vind het wel vervelend, ja, natuurlijk. Ja. Ja, en ik schaam me natuurlijk enorm. Ja. Kijk, dat je met 3-0 van Feyenoord verliest, of misschien nog wel meer... dat had ik ook wel ingecalculeerd, want Feyenoord is gewoon ongelooflijk goed. En Ajax is op dit moment ongelooflijk slecht. Dus daar verbaasde ik me niet over. Ja. Maar dat het dan zo uit de hand loopt met de supporters... Ja, dat, en hoef je niet